Mentissa, jouw nummer Mamma Mia, dat is een geweldige hit. Ja, hoe voel jij je daarbij? Ik denk dat ik vooral dankbaar ben en blij dat mensen het liedje beluisteren en ja, dat ze het tof vinden. Het is leuk om hier vandaag te kunnen zijn en op het podium te kunnen optreden. En Zomerhit, als je de andere kandidaten bekijkt, heb jij een favoriet? Ik heb er zoveel, maar ik vind Camille Dont wel leuk. En ik ben een grote fan van Berre. Ik vind dat hij gewoon een super mooie stem heeft. Dus het is een beetje onze Louis Capaldi, maar in Vlaanderen dan. Dus ja, ik vind Berre echt wel goed. Ja. Jij hebt dan heel wat talentenwedstrijden meegedaan. Hè? De eerste was in 2014 met de Voice Kids. Dan was jij in het team van Natalia. Zij is ook hier bij Zomerhit. Heb je haar al kunnen spreken? Ik heb haar nog niet gezien. Ik heb wel haar soundje gehoord. Dus ik zat hier daar straks zo echt in de loges te springen en te dansen. Maar ik ben haar nog niet tegengekomen. Maar dat gaat heel speciaal zijn. Want we hebben elkaar niet meer gezien sinds de Voice Kids. Dus al bijna 10 jaar geleden. Dus ja, ik kijk er wel naar uit om straks gewoon even hallo te zeggen ook. Ja.